Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Ruth Sinkeler en Rajiv Hiralal. We praten over een boek dat op 24 november werd gelanceerd, Wantamara De. Het gaat over inspirerende verhalen over het positief neerzetten van Suriname voor mensen die Suriname toch wel als het mooiste land van de wereld zien. En het boek beschrijft waarom we dat zouden moeten doen. We praten dus met Ruth en Rajiv over Wantamara De. Welkom in Q-Time. Dankjewel, Odette. Dankjewel, Odette. Wantamara De. Kan je het weer even ophouden, zodat de mensen zien hoe dat eruit ziet? Goed, het is een collectief. Je ziet het inderdaad in de kaart van Suriname. Zie je alle fotootjes van mensen die waarschijnlijk hebben geschreven. Wie kan me wat meer vertellen over waar dit initiatief vandaan komt? Ja. Dat kan Ruth het best. Oké. Ja, het initiatief komt van mij vandaan. Ongeveer een jaar geleden. Kijk, ik spreek heel vaak met de jongeren van Suriname. Ja. En ongeveer een jaar geleden had ik best wel vaak gesprekken met jongeren. Die zeiden van, ik zie het niet meer zitten. En in Suriname kan ik gewoon niet op mijn niveau carrière maken. En ze zagen het allemaal een beetje somber in. Ik had natuurlijk denk ik ook met de COVID-periode te maken en zo. Vorig jaar was het extra zwaar. Maar en ik had zoiets van, hé, maar ik ken een heleboel mensen hier in Suriname met wie het gewoon best wel goed gaat. En ook mensen die net als ik terug zijn gekomen uit Nederland of ergens anders vandaan. En die hier toch wel een mooie carrière opbouwen. Alleen die jongeren, die kenden dan die mensen niet of niet persoonlijk. Of ze horen te weinig positieve verhalen. En ik ben altijd van de positiviteit. Dus ik dacht, weet je, ik ga eens even de mensen uit mijn netwerk, van wie ik weet dat het hun carrière best goed gaat. En dat wil niet zeggen dat we nooit struggles kennen, echt niet. Maar over het algemeen gaat het ons wel goed, of tenminste, we stoten door. En weet je, we zien wel toekomst in Suriname. Dus zo ben ik op het idee gekomen om mensen uit mijn netwerk te benaderen, om hun verhalen samen te brengen in een boek, om de jongeren, young professionals, maar eigenlijk iedereen in Suriname te inspireren. Oké, heel erg mooi initiatief. En dus eigenlijk zijn de schrijvers van het boek jongeren? Nee. Hij zegt ja, jij zegt nee. Nee, ja. Misschien moet je ook praten over de definitie van jonger. Mensen vergissen zich daarin. In het boek staan voornamelijk senior professionals, dus ja, mensen rond de 40 en ouder. Ja. En we hebben een paar dertigers, daar is Rajiv er een van. Okay. Die schaart zich nog onder young professional. En we hebben twee echt jonge professionals, eentje van 22, eentje van 25, die het hier ook heel goed doen. Maar dit boek is eigenlijk, het staat ook eronder, Wantamara De, een inspiratieboek voor young professionals van Suriname. Okay. Maar de verhalen zijn zo inspirerend, iedereen die dit leest. En ik heb al gehoord van een paar mensen die het boek al hebben. Ouder, jonger, maakt niet uit. Als Surinamer raak je gewoon geïnspireerd door de mooie verhalen van onze mede-Surinamers. Het is echt 100% Surinaamse productie. Iedereen die erin staat, woont en werkt hier. Iedereen die eraan mee heeft gewerkt, woont en werkt hier. Het is hier gedrukt. Het is echt een Surinaams product om niet alleen de young professionals, maar eigenlijk iedereen te inspireren dat Wantamara De in Sweetie-Sranang. Er is echt een toekomst in ons land, ook al lijkt het er nu misschien niet altijd op, het is er wel. Oké. Okay. Rajiv, laten we jouw kant van het verhaal horen. Oké, okay, nee, dankjewel. Nee, ik ben posterig ook benaderd door Ruth om een verhaal te delen in het boek. En Ruth is ook heel goed in het stalken van mensen, maar hey, doe mee. I will eat, I will eat. En dat is een heel goede kwaliteit. Ik ben daarom ook, ik leer ook heel veel van Ruth. En ik heb de opportunity ook aangegrepen om mijn verhaal te delen. En het is niet zo makkelijk gegaan, want er waren een stel vragen en ik moest invullen. En dat heb ik ook gedaan, maar ik moest ook lang nadenken van hoe beantwoord ik het zodanig dat het ook real is, maar tegelijkertijd inspirational. En niet een somber beeld schets. En ik hoop dat het me is gelukt.
Ik heb natuurlijk ook wat feedback gehad van Ruud. En ja, hey, it is what it is. Oké, okay. Maar was jij een van de jongeren die het ook een beetje moeilijk zag zitten in Suriname? Nee, ik ben juist heel enthousiast over Suriname hoor. Ja. Ik zie Suriname, ik weet niet of je bekend bent met Wakanda, maar ik zie Suriname in 2025 een geavanceerde technologische staat worden, à la Wakanda, waarbij we in natuur, en factor mens succesvol zijn als natie. En balans zijn. Oké, wauw. Goed, wat zal jouw rol zijn in het maken van Suriname tot dat niveau? Mijn rol is om ook te helpen verbinden. Ik zie mezelf als een ecosystem builder. Ja. En met andere lokale, met andere peers connecten en upcoming peers het pad een beetje makkelijker maken om naar het andere volgende niveau te gaan. En ook mijn netwerk dat ik in het buitenland heb. Linken aan van hier en ja, nieuwe markten aangrijpen. Oké. Okay. Is er een bepaalde sector die je voorkeur heeft, waar je in opereert op dit moment? Mijn bedrijf, ik heb een aantal bedrijven. Eén bedrijf is Aptastic en wij opereren in de techbranche, ja. Softwareontwikkeling. En COVID voor ons is een qua business goed. Goed, sowieso. Althans, we hebben veel opdrachten gehad vanuit overal ter wereld. En de uitdaging daarbij is ook om dat mentale pressure dat er is van zoveel veranderingen constant. Want we hebben, hoe noem je dat? Economische crisis ook erbij, pandemie. En dan moet je dan dit doen, dit doen. Zoveel veranderingen in. En dan als bedrijf moet je ook daar doorheen komen. Maar business-wise, profit-wise, it went great. En de main rol is in de tech. Maar ik heb ontdekt dat Suriname meer dan tech alleen kan. Ja, als je kijkt naar art, je kijkt naar biotechnology, zijn upcoming sectoren voor Suriname die in 2025 onderweg naar daar zeker critical factor zal zijn. Dan praat ik niet eens over de sectoren die zoals mining en oil en gas die depreciating zullen zijn in depreciating zijn dat betekent ze gaan gewoon maar minder worden het hernieuwt zichzelf niet. Oké, okay, very nice. Ik ben heel erg blij met jouw bijdrage en je visie over Suriname, want ik kan me heel goed terugvinden in wat Rut zegt, dat zeker de coronapandemie bovenop de economische crisis het niet per se makkelijker maakt. En we praten nu inderdaad al een paar maanden over oil en gas, maar oil en gas staat niet in onze keuken. En dat is uiteindelijk wel waar het gevoeld moet worden op den duur. Dus ja. Inderdaad, denk ik dat het wel belangrijk is voor mensen om naar een sprankje hoop te zoeken. En niet alleen maar denken dat. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met geloof in eigen land. Hè? In eigen kunnen, in je eigen land. Want het is niet altijd beter daarbuiten. En ik denk dat dat een beeld is dat je meestal met een beetje ervaring en een beetje meer van de wereld gezien te hebben pas duidelijk wordt. Want anders verlang je altijd maar naar wat je niet kent en wat je niet hebt gezien. Dus wat dat betreft is Rut denk ik wel een heel goed voorbeeld. Toch Rut? Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best om het om een voorbeeld te zijn. Kijk, weet je, ik ben van nature gewoon een positief mens. Dat is één. Ik heb 6 jaar geleden voor gekozen om vanuit Nederland naar Suriname te verhuizen. Sommige mensen verklaarden me voor gek, anderen vonden me heel avontuurlijk en anderen vonden me heel stoer. En ik dacht alleen maar van, maar ik ga naar huis. Dus ik zie niet in wat er stoer aan is. Dit is mijn land. Ik ben hier geboren. Ik ben heel lang weg geweest. Niet per se by choice. Want als kind word je meegenomen. Maar ik heb nog geen dag spijt dat ik terug ben gekomen. En ik kijk altijd, je kan beren op de weg zien. Ik kijk liever naar de weg. Waar leidt de weg naartoe en wat zijn de opportunities daar? Ja. En dat probeer ik door te geven aan anderen, aan mensen binnen mijn netwerk.
In dit boek staan dus 50 verhalen. Heel van veel. 50 ja, namers. Heel erg veel. Ja, ik was heel erg ambitieus. Ik heb 100 mensen aangeschreven. Gelukkig hebben ze niet alle 100 gereageerd. Want kijk, met 50 mensen is het boek al hartstikke dik. En Rajiv had het net over mijn stalkingskwaliteiten. Nou, ik heb flink moeten stalken om al die verhalen op tijd te krijgen. En zo, heel eerlijk gezegd. Heeft het boek bijna een half jaar vertraging opgelopen, kwam ook door mij hoor. Maar door die lockdowns had ik ook even geen zin. Maar het is er nu, er staan 50 verhalen in. Weet je, en nog een inspirerend voorwoord. Dus eigenlijk 51 verhalen. Maar deze 50 mensen, deze 50 professionals, en nogmaals, het zijn geen jongeren die erin staan per se. Het zijn mensen die echt bekende namen, er staan 5 ministers in het boek. 5 ministers die tijd hebben gemaakt om hun verhaal te schrijven, dan wel, ik heb ze geïnterviewd eigenlijk, ministers, en hebben het uitgewerkt. Maar het zijn allemaal carrièreverhalen van mensen die van Suriname houden. En die, net als Rajiv, mooie plannen zien voor ons land. En dit zijn ook allemaal mensen, ik ken ze allemaal persoonlijk, nu, sommige kende ik van tevoren niet trouwens, die niet alleen maar praten, maar vooral ook doen. Ik kan heel veel praten, jullie kennen me, ik kan heel veel praten, maar ik ben vooral een doener. Want praten alleen, dan komen we er niet mee. We moeten aan de slag. En Suriname heeft zoveel opportunities. Misschien dat we daarom gewoon te weinig opportunities grijpen, omdat er zoveel is dat we niet weten waar we moeten beginnen. Maar we hebben echt een gezegend land. Ja, toch, en Rajiv? We zijn ook een beetje allergisch voor samenwerken. Maar dat zal hopelijk wel... En daarom ben ik extra trots op dit boek, Odette. Want we hebben samengewerkt om dit boek voor elkaar te krijgen. Okay. En uiteindelijk, toen ik eenmaal begon, binnen een half jaar is het boek er dus gekomen. Nou, dat is helemaal niet lang voor een dergelijk boek. Dus wat dat betreft hoef je niet te verontschuldigen. Dat is helemaal niet lang voor een dergelijk boek. Dus wat dat betreft hoef je niet te verontschuldigen. Waar is het boek te krijgen? Ja, het boek is te krijgen nu via mijn website voornamelijk. En daar hebben we helemaal met ook nog moeite mee. Maar we zijn in bijna 2022, dus eigenlijk dwing ik de mensen gewoon een beetje. Mm-hmm. Ook omdat ik voor mijn administratie beter werk, maar op rutsinkeler.com/boeken dan heb je een tab met boeken en daar kan je, als je naar beneden scrolt, dit boek vinden. Mijn andere 2 boeken zijn daar ook te vinden. En het werkt helemaal prima om het online te bestellen. Mensen die een creditcard hebben, die kunnen daarmee betalen. Maar je kan dan daarna overmaken naar de bankrekening en dan worden de boeken bij je thuis bezorgd. Heel mooi. Hoe geweldig wil je het hebben. Maar per woensdag in december kunnen mensen ook de lichaam een paar exemplaren bij Young Professionals Café aan de Kosterstraat. Prima. En dat wordt een verkooppunt vanaf januari zeker. Oké, heel goed. Mag ik jullie allebei bedanken voor de effort. We kijken uit naar Wantamara De. Die moeten we in onze handen krijgen. Dat is denk ik bij Young Professionals Café de beste, makkelijkste locatie op dit moment. Heel erg veel succes. Ik zou zeggen, zet de initiatieven voort. Het makkelijkste is natuurlijk Odette. Nee, maar het is leuk als je het al vast in je hand hebt, want dan raak je geïnspireerd om naar de website te gaan om te kopen. Ja, nou ja. Nee, ja, bij jou. Het is persoonlijke keuze. Ja, en via social media natuurlijk. Hè. En we gaan nog mooie events doen de komende jaar. Ja. Om jongeren dat boek te kunnen overhandigen en dat ze in gesprek kunnen met een Rajiv, dat ze hem kunnen aanraken. Binnen de COVID-regels, okay. Maar dat zijn dingen die nog upcoming zijn. Prima, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Ja, doe ik. Rajiv, je wou nog wat zeggen? Ja, ik wil nog één toevoegen. Kijk, het verschil, mensen zien beren op de weg en ze worden bang. En er zijn en andere mensen zien beren op de weg en ze maken er een dierentuin van en maken het lekker gezellig. Dus laat je inspireren en maak je eigen dierentuin met die beren hoor. Ja, oké. Okay. Of een, jaagfeest. Dat is een Surinaams grapje. In balans, ze moeten in balans met ze zijn. Dat is beter, beter. Betere benadering. Dankjewel Rajiv. Rut en Rajiv, heel erg veel succes toegewenst met het boek. Prachtig, gefeliciteerd, very nice. En vanaf nu moet het inderdaad een beetje de wijde wereld van Suriname intrekken. 100%. Goed, Wantamara D. Dankjewel.
En succes. Dankjewel, Odette. Oké, okay, bye. Bye-bye, Odette. Bye. What we need is a little cute time. Dat was het gesprek over het boek dat op 24 november werd gepubliceerd. De Wantamara D. Zoals de samensteller Rut Sinclair, ondersteund door Rajiv Hiralal, het al hebben verteld. Gaat het om de positieve, inspirerende verhalen over Suriname en waarom ons land zo bijzonder en zo mooi is. Dus kijk er naar uit, ga naar de website Rut Sinclair en check even hoe je aan zo'n boek kan komen. Het zijn 50 verhalen van 50 bijzondere Surinamers die vertellen waarom Suriname het mooiste land is op de wereld. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.